Kenny Tete, je eerste topper, Ajax-PSV. En ben je het bij me eens dat jullie terecht hebben verloren? We hebben erg weinig gecreëerd en we hadden het erg moeilijk. Zonde dat je dan de 3 punten weggeeft. Waar heb je het laten liggen? Ja, ik denk dat we het moeilijk hadden met druk zetten. We zetten goed druk op ons en zelf konden wij niet echt goed onder druk zetten. Ja, weinig initiatief. We creëerden gewoon heel erg weinig. Jullie liepen eigenlijk een beetje achter de feiten aan, hè? Ja, we kwamen overal te laat en zonde. Is dat de verdienste van PSV? Ja, ze maakten ons natuurlijk heel moeilijk, maar we hadden er ook niet echt een antwoord op. Dus. Je staat met de pest in je lijf, hè? Ja, het liefst ben ik hier niet. Nee. Maar dat moet even, want dat hoort er ook bij. Tweede helft, niks lukte meer. Nee, wat moeilijk. Victor schoot nog een keer op de paal. Jammer dat die er niet in ging. Maar, sorry. het ging erg moeizaam allemaal. En wat zo bijzonder is ook dat je in eigen huis speelt, maar PSV de overhand heeft ook qua balbezit, qua schoot op het goal, eigenlijk qua alles. Ja, dat hebben ze dan gewoon goed gedaan en ze hebben het ons heel moeilijk gemaakt. Kan trainer Frank de Boer dat in de rust niet meer rechtzetten? Want in de eerste helft was dat ook al een beetje het geval. Ja, precies. Maar we hebben erover gesproken hoe we meer de druk op konden houden. En, dat hebben we eigenlijk besproken, maar het lukte niet echt helemaal. Een totale off-day noemen? Ja, laten we het daar maar op houden, ja. Naar het Nederlands elftal, kopje leeg? Inderdaad.